Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Ruben Timmerman van Springest. Ruben, het is je derde keer dat je hier bent. Jubileum. Ja, 2012, 2014 en nu 2016. Nice. De laatste keer dat je hier was, 2014 dus, schreven we... Het gaat goed met de vergelijkingssite voor opleidingen Springest. Een investering van Sanoma zorgt ervoor dat ze de komende anderhalf jaar geen zorgen hebben over de financiën. Nou, die anderhalf jaar zijn in ieder geval verstreken. Ja, nu is het gone. Ja, en nu? Op. Hoe staat het ermee? Ja, nou, lekker. Het geld is op. Het geld is inderdaad op. En ik had gezegd van, nou, ik heb wellicht ook wel wat nieuws te melden. We zijn het geld gaan terugbetalen. We hebben Sanoma weer uitgekocht. Dat is wel een hele mooie stap voor ons. Dus we hebben het geld gebruikt om heel veel te leren, te experimenteren, allerlei hele domme fouten te maken. Met name door heel veel geld te investeren in het buitenland. Nou, dat moet je een paar keer proberen, zegt de internetwet. Ja. Dat hebben we gedaan. En dat is deels gelukt en deels niet natuurlijk, zoals dat gaat als je naar met name Duitsland en Engeland gaat. En Sanoma Ventures, hun venture capital tak, is in feite opgedoekt. Zij hebben een andere strategie gekozen en wij kregen de kans van hun om onze aandelen terug te kopen. Dat hebben we net gedaan, net afgerond. Oké, voordat we daarop verder gaan, vind ik heel interessant. Ja. Hey, je hebt toch nog kans dat er een paar mensen zitten te kijken die nog nooit van Springest hebben gehoord. Niet. wat is de korte pitch? Ja, we zijn een leerplatform, een leermarktplaats waar je alles kan vinden om van te leren. En het gaat van cursussen en trainingen natuurlijk tot e-learning, online tools, trainers en coaches. Ja. En die kun je daar vinden en reviewen en ook boeken en kopen. Vergelijken. Ja, ja, dat is vindt de beste cursus die het beste aansluit bij jou. Ja, absoluut. Maar tegenwoordig dus veel meer leerproducten. Dus het kunnen ook korte video's zijn of e-books of dus een coach die je voor een uur inschakelt. En daarnaast hebben we ook een platform dat in feite dat doet, maar dan binnen bedrijven. Dus Siemens en ING en Nuon gebruiken dat om intern hun leren te organiseren. En ook van buiten in feite leerproducten te kopen, zoals cursussen. Ja, waar bij vooral de grote bedrijven natuurlijk het bijscholen van personeel een soort permanente structurele activiteit. Ja, vaak hebben medewerkers budget. En dan kunnen ze dat op ons platform uitgeven zonder dat ze daar allerlei goedkeuringen en inkoopprocessen voor hoeven te doen. Dat regelen wij, zeg maar, dat vervelende gedeelte. Oké, dat is helder. Zelf maken jullie degene. Nee, wij willen een Amazon zijn. Dus Amazon heeft dan uiteindelijk wel een Kindle gemaakt, maar die schrijven zelf geen boeken. En Booking heeft geen hotels. Dus een klassiek platform. Ja. Echt een markt. Hey, dan gaan we even terug naar, want mensen die meer willen weten, nog meer willen weten over Springest, die zoeken het maar lekker op. Even terug naar waar we gebleven waren. Want je zei, 2,5 jaar geleden zat je bij ons, had Sanoma geïnvesteerd. Mm-hmm. Je hebt het geld uitgegeven om internationaal te gaan, zoals elke start-up dat doet. En je zei, we hebben ze weer uitgekocht. Laten we even beginnen met dat internationaal gaan, want dat was inderdaad een belangrijk plan van je. Dat was echt hoog op de agenda. Ja, je zegt, dat is voor een groot gedeelte mislukt. Nee, zeker niet. Maar het is een experiment waar je gaat kijken wat werkt en wat werkt niet. En elk experiment dat niet succesvol is, is succesvol, want je hebt geprobeerd wat niet werkt. Hè. Maar goed, dan is de eerste vraag natuurlijk, god, als dit in Nederland kan, want je bent blijkbaar vrij succesvol dat al heel lang aan het doen. Waarom lukt dat dan niet in het buitenland? Nou, Duitsland lukt wel, dat is leuk. In UK lukt veel minder. Daar is de e-commerce markt wat verder ontwikkeld, waardoor ons model, of een belangrijk deel van ons model, lead generation, dat werkt daar niet zo goed. Daar zeggen ze al van, ja, leads, dat is spam, dat schiet niet op, daar betalen we £1 voor. Dus kom maar door met je inschrijvingen, inclusief betalingen. Nou, zover waren we toen nog niet. Dat kunnen we nu inmiddels wel, dus nu kunnen we weer naar de UK kijken. Duitsland daarentegen loopt een paar jaar achter op Nederland, qua e-commerce adaptation, zeg maar, adoption. Dus daar zijn wij echt vernieuwend. Ja, adoptie is een Nederlands woord, dat zou ik kunnen gebruiken. Dus daar kun je nog, daar zijn wij nog helemaal hip en nieuw. We hebben daar wel 15 jaar achterstand op allemaal concurrenten die daar ook al zijn, dat wel. Maar wij komen met betere technologie en beter product. Dus daar kunnen we nog wat doen. En heel belangrijk, we hebben Siemens Duitsland als klant binnengehaald. En via zo'n grote corporate kun je makkelijk naar die opleiders komen en zeggen, ja luister, Siemens werkt met ons. We zijn niet dat rare springtest uit Nederland. Nee, wij zijn Springest GmbH inmiddels. We werken voor Siemens. En wil je even zorgen dat je op ons platform meedoet. En dus dat is een belangrijke les geweest. Ja. Dus je internationale ambities zijn niet veranderd? Nee, absoluut. Nee. We hebben alleen toen een enorme boost gehad natuurlijk van het geld van Sanoma. Hoeveel was dat ook weer? Dat heb ik niet verteld toen. Dat vertellen we nu ook niet. Hoeveel heb je terugbetaald? Nou, ik mag wel zeggen, we hebben een goede regeling getroffen. Dat durf ik wel te zeggen. Ze hebben het echt heel netjes gedaan. Daar ben ik ze echt wel dankbaar voor.
Ja. Het gaat nog steeds om een hoop geld. En voor ons is het ook een hoop geld. Maar we hebben wel de luxe dat we geld verdienen en dus dat kunnen terugbetalen. Nou, dan horen we dat best vaak hier aan tafel. Bijna elke start-up die hier komt vertellen wat ze doen, hebben inderdaad de ambitie om internationaal te gaan. En we horen ook bijna altijd dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Ja, zeker. Ja, en dat, dat je enorm het risico loopt dat je er, heel veel energie en tijd in gaat steken en het totaal op leeg loopt. Ja, klopt. En en passant misschien ook nog wel je basis... laten versloffen. Ja, nou, dat is heel belangrijk. Dat we dat, dat doen we niet ook. Hè. Dus het gros is nog steeds in Nederland. Laten we zeggen nu 50% van de omzet of zo. Wat ik van Arthur Koster van Booking ooit heb, gehoord, is hij, ja, als je naar het buitenland gaat, dan is in ieder geval geen goede reden als het thuisland niet meer zou groeien. Dat is ook de grap bij ons. Ons thuisland groeit het hardste nog steeds. Zelfs procentueel gezien, harder dan Duitsland. Mm-hmm. En dat is wel echt waarvan we zeggen, ja, dat moet nog een keer ongeveer 5 of 6 in omzet kunnen. Dat weet iedereen, daar zijn we vol aan het werk. Maar dat kunnen we, omdat dat goed werkt, uit de eigen cashflow doen. En in Duitsland is het veel meer experimenteren met wat werkt. Nou, we hebben nu al een aantal dingen gevonden. Maar de risico's zijn daar gewoon groter. Dus daar haal je dan geld voor op. Dat deden we 2,5 jaar geleden. Ja, je zei 2,5 jaar geleden bij ons in de uitzending ook dat je ambitie was toen om eind dat jaar, dus eind 2014, dat is nu 2 jaar geleden, break-even te zijn. Mm-hmm. Mag ik uit het feit dat je nu zegt van we kunnen uit onze cashflow de groei in Nederland betalen, mag ik eruit concluderen dat dat wel gelukt is? Echt wel behoorlijk winstgevend, ja. Alleen dat geld dat investeren we natuurlijk door in Nederland. Ja. Voor zover we kunnen in Duitsland, nou, daar zit een bepaalde limiet aan hoe hard we daar kunnen groeien. We weten dat we daar een soort team moeten bouwen wat vergelijkbaar is met Nederland. We weten wat er nodig is om een marketplace, zo'n platform te laten draaien. Dus nu is het zaak om dat langzaam op te bouwen. En met name dat woord is wel key. Ik heb dat vrijdag nog een keer in onze town hall meeting met alle medewerkers besproken. Van, iemand vroeg, nou, vond ik wel leuk. We kijken weer naar nieuwe investeerders. Nou, dat is gezond, dat kan ook weer nu, dat is mooi. Invoer van, ja, gaan we, dat hebben we toen ook gedaan, dat werkte niet, dus wat gaan we dan anders doen? En zei ik, nou, we gaan het vooral ook wat langzamer doen. Ja. We gaan experimenten 1 voor 1 doen of 2 voor 2 en niet 10 tegelijk. Mm-hmm. We gaan niet, zeg maar, nieuwe mensen aannemen om iets nieuws te doen in een nieuwe markt met een nieuw model. Dat zijn te veel variabelen die je kunt verneuken. Dus we gaan nu een kleine stap zetten met dan het mooie dat we al een platform hebben draaien. Ja, heb je samen ook met de eigen middelen uitgekocht? Ja, dat is het hele. Dus dat is het mooie. Je bent op dit moment, zijn jullie 100% onafhankelijk van investeerders? En, nou, we hebben een groepje angels die nog mee, maar die aan het begin. En de medewerkers hebben aandelen en daarnaast ik. Oké, maar goed, je vertelt net, we zijn wel aan het kijken, dus ik neem aan dat je ook gesprekken aan het voeren bent. Ja, altijd eigenlijk, maar ja, klopt. Ja, ik zou het ook vooral niet aan te concreet. Je bent gesprekken aan het voeren. Wat heb je de afgelopen jaren op dat gebied geleerd in de zin van, nou, wat voor soort investeerders zoek je? Nou, wat ik heb geleerd van Sanoma, dat was een bewuste keuze om niet een VC te nemen, maar wel een strategische investeerder, zoals het dan heet. Ja. Wat ik belangrijk vind is dat een investeerder weet dat wij voor de long game gaan, zeg maar. Zoals Amazon, Jeff Bezos zegt altijd, still day one, weet je. We hebben heel veel geïnvesteerd, maar we moeten nog veel meer. We moeten nog veel meer ontdekken. Ja. En dat moet een VC ook echt voelen en ook zo uiten. En daar zijn er een paar van. Er zijn er meer die zeggen, nou ja, knal er een paar miljoen in. En dan over 2 jaar nog een keer een paar miljoen erin. Want dat hoort erbij. Dat is part of the game, dat je die waardering steeds oppompt. En dat past niet zo goed bij ons. Maar er zijn wel VC's die op die manier naar hun bedrijven kijken. En zeggen, nou, wij willen daar best 5 tot 10 jaar in zitten. Dat kan. Ja, zo'n club moeten wij hebben als het een visie wordt. Ja, want jij zelf zit er dus ook zo in. Er zijn natuurlijk veel... Ja, start-up kunnen we jullie niet meer, al lang niet meer noemen. Hè, nee, dat moet ik misschien vragen aan jullie. Mag ik dat nog zeggen? Nee, we doen het wel hoor, soms. Het ziet er nog uit als een start-up, maar er werken bijna 40 mensen. Dus iets anders. En al 8 jaar bezig zijn. Ja, daarom. Dat gingen we niet zeggen. Oh nee, dat was het. Ja. Een tijdje, een jaar. Maar er zijn veel start-ups die als doel lijken te hebben... de boel ook weer te verkopen, maar jij zit er persoonlijk ook echt voor de lange termijn in. Ja, absoluut. Ik kan me best voorstellen dat het verkocht wordt gezien het model, gezien het type bedrijf. En als je naar een strategische investeerder kijkt, wat ook een optie is, ja, die hebben ook het doel om uiteindelijk de hele boel over te nemen. Want dat past bij hun lange termijn visie, et cetera. Dus ik kan me dat voorstellen, maar ik moet zeggen, ik ben ook al wat ouder geworden. En ik voel me heel erg thuis bij Springers. En ik heb wel eens over nagedacht, ook in de periode dat het wat minder ging na het leren van, oh ja, de UK en Duitsland gaat niet zo hard. Van,
Nou, wat zou ik dan willen doen? Stel dat ik er nu mee stop. Ik verkoop het nu gewoon, of dat kan altijd voor wat minder. Of ik laat het gewoon aan iemand anders. Wat ga ik dan doen? Ja, dan ga ik opnieuw een start-up beginnen. Want dat vind ik leuk. En dan ga ik allemaal slimme mensen zoeken. En nu heb ik er hier al toen zeg maar rond de 20 zitten. Nou, die moet ik dan allemaal weer gaan vinden. En dan moet ik een idee hebben wat ik interessant vind. Nou, dat heb ik nu ook al. En een pand wat ik leuk vind, dat had ik. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon dit. Dus waarom zou ik iets anders gaan doen? En dat is nu een heel sterk gevoel dat ik heb van, ik wil dit best nog 10 jaar doen. Want dit is super vet. En als ik het wil veranderen, dan kan ik het veranderen. Dus why leave? Of why, waarom zou ik het willen verkopen over 2 of 3 jaar? Even een vraagje van Twitter. Er komt toch af en toe toch wat binnen. Okay. Nou, niet dat zeggen wij ook altijd. Nee, mensen die hier in de zaal, we hebben altijd wat publiek. Dat zien de mensen thuis ook. Die moeten ook, die moeten ook via Twitter vragen stellen. Die mogen niet zomaar wat gaan roepen. Dus in dit geval Johan Schaap. Die ken ik. Die vraagt, als platform moet je vaak ook internationaal de enige of de grootste zijn. De bekende winner takes it all. Ja. Hoe ziet die markt voor jullie eruit? Nou, wat je hebt nu is dat, ik denk dat ook sowieso, wij zeggen ook intern, we willen de Amazon of Learning worden. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren, Booking, Amazon, whatever, dat niveau, dat ambiëren we ook. En tot nu toe heb je internationaal in elke markt een winnaar, die gewoon al letterlijk 10 à 15 jaar bestaat en daar de boel ownt. Maar er is er nog geen één die internationaal iets meer dan een klein beetje succes heeft. Dus wij zijn in Duitsland nu de nummer 4 of 5 zo'n beetje. En in Duitsland heb je dan Zemigator en dat is dan de nummer 1, maar die hebben überhaupt niks in het buitenland. En in Spanje heb je eMagister en die hebben dan 10 sites gelanceerd in andere landen en die allemaal weer gesloten. Dat is een beetje het niveau. Dus elk land heeft zijn eigen winnaar en wij denken ook winner takes all uiteindelijk, Amazon style. Dus wij willen met het beste product uiteindelijk in elke markt de grootste worden. Wat maakt, wat maakt jullie terrein zeg maar dan zo moeilijk dat het geen van die partijen lukt of moeilijk lukt om in het buitenland? Is cultuur zo'n belangrijk element van wat jullie doen? Nou, cultuur denk ik niet, maar learning is persoonlijk zeg maar. Dus ik wil iets leren en mijn wens is net iets anders dan die van jou, ook al lijkt je, ook al zijn we allebei marketing manager of zo. En ik wil dat van de beste persoon leren en voor jou is dat iemand anders dan voor mij. Dus het is een gefragmenteerd gebied wat steeds verder fragmenteert. Dus dat zien we ook in het aantal learning products, zoals we nu zijn gaan noemen. Ja, want je bent nu inmiddels, want jullie hebben ook e-pubs. En, precies, er zijn boeken bij en trainers en online coaching. En dat is de grap, het fragmenteert steeds verder, omdat er steeds meer media komen in feite. Dat maakt dus ook dat jij, Erwin, die ene persoon, jij wil dat hele specifieke leerproduct hebben, wat het juiste de juiste vorm, het juiste budget, de juiste timing heeft. Dus fragmentatie wordt steeds groter en dat maakt dat het niet makkelijk is voor één partij om alles te pakken. Dus je ziet in de VS, Coursera en Udemy, dat zijn de big boys, allebei meer dan 100 miljoen funding opgehaald. Series A, B, C, D en E allemaal, omdat ze nog geen winnend model hebben gevonden. Ja, Johan vraagt nog in vervolg op zijn vraag net, van het lijkt allemaal zo traag. Van, waarom duurt het zo lang? Als je naar andere markten kijkt, ja, daar ramt iemand de vol op, zorgt dat hij monopolie heeft en daarna is het klaar. Weet je lijkt wel, zo, maar je moet wel beseffen booking, dat bij marketplaces, Uber, Airbnb. Ja, maar Booking is natuurlijk inmiddels ook een 20 jaar oud bedrijf of zo, weet je. Dus marketplaces hebben altijd tijd Airbnb nodig. Airbnb heeft er niet zo lang over gedaan. Ja, juist bij Airbnb is het verhaal bekend dat ze 5 jaar bezig waren voordat jij en ik ervan hadden gehoord. Ja, oké, maar vanaf dat moment. Toen ging het heel hard. Dus vanaf het moment dat er een clear winner is, of een clear model of zo, ja, dan is er een winner takes all die ook hard kan gaan. Ja, en ik denk dat dat moment hier ook kan zijn. Nee. Ja. Nee, en dat is omdat er bijvoorbeeld aan de vraagkant bij learning heb je die enorme fragmentatie ook. Iedereen zoekt voor zichzelf. Ja. En wat je nu ziet, Nuon of ING klanten van ons, die zeggen ja, learning dat is complex en mensen willen zelf zoeken. En we zeggen wel eens bring your own learning in plaats van bring your own device. He, ze hebben zelf iets moois gezien. Hoe gaat zo'n corporate dat kopen, dat organiseren? En dat is er nog niet. En wij denken dat als we al die demand, die vraagzijde, zeg maar, kunnen groeperen in een platform waar het niet uitmaakt wat er met die supply kant gebeurt. Of Coursera nu heel hip is, of een trainer op Facebook die je hebt leren kennen, of een ouderwetse business course bij Harvard, want die hebben we ook. Ja. Dat maakt niet uit. Als dat zo is, dan kan die vraagkant ook sneller bewegen. Want jullie hebben voor het Nederlands publiek, als ik naar jullie site ga, je hebt een internationaal aanbod van producten. Ja, precies. En dat is ook wat we eigenlijk aanbieden aan bijvoorbeeld organisaties die zeggen, ja, learning verandert. Maar wij kunnen niet bij Coursera een cursus kopen en bij Udemy 1 en voor Pietje die wil weer daar, dat werkt niet. Dus wij zeggen, nou, koop het dan van Springest, letterlijk. Wij zijn echt een tussenhandelaar geworden ook in sommige gevallen.
Dus wij doen ook de hele facturatie, administratie, processen, geneuzel. Ja. Dat is iets wat we nieuw zijn gaan doen. Ja. Omdat dan die vragers alles kunnen kopen wat ze willen. En als dat even een ding van Coursera of StudyTube heb je in Nederland. Ja. Weet je, dat kan ook. Maar het kan ook een cursus van de LOE of NCUE of whatever zijn. Hey, vorige keer herinner ik me, was er ook een van een belangrijke strategie die je had, was om juist bij in Nederland maar internationaal opererende bedrijven dit soort dienstverlening te gaan doen, zodat je internationaliseren hebben. Door binnen zo'n bedrijf internationaal dit soort dienstverlening te gaan doen. Is dat gelukt? Ja, dat is je had toen een voorbeeld, geloof ik, Vattenfall. Of, precies, ja, Vattenfall is het moederbedrijf van Nuon. Dus Vattenfall bedienen we nu inderdaad in Nederland, Engeland en Duitsland. Okay. Alleen Vattenfall is in die twee landen niet zo groot. Nu hebben we met Siemens een tweede hele grote. Die heeft, in ieder geval in Nederland 4000 man of zo, dat is dan prima voor ons. Maar in Duitsland 138.000. Ja. En dat is het vierde grootste bedrijf van Duitsland. Dus dat is echt een brughoofd nu voor Duitsland. Dus daar kunnen we echt een aantal mensen op aannemen die marktplaats volwassen gaan maken daar. Met de druk van Siemens erachter. Die zeggen, ja, wij willen dat ding gebruiken. Ja. Vraag dat van Mike Slaats, ook op Twitter. Nee. Hij zegt, wij gaan ook internationaal met onze kluswebsite Vindi. Mm-hmm. Opereert Springers vanuit één kantoor in Amsterdam. Mm. En wat zijn jullie belemmeringen, zeg maar, bij de internationalisering? Ja, we hebben een kantoor in Amsterdam nog steeds, waar bijna iedereen zit. Maar toevallig is degene die de Nederlandse marktplaats, die daarvoor werkte, dus was daar lead link van die circle, zoals dat heet in holacracy termen. Ja, oké, daar komen we straks nog even op. Precies. Die is verhuisd naar Berlijn. Dat is een Duitse jongen en die deed ook veel voor de Duitse tak. En die is nu eens in Berlijn het kantoor aan opzetten. Dus daar zitten nu 3 mensen. Nou, dat worden 5, 6, 7 de komende maanden. We hebben er wel nu echt voor gekozen om ook vanwege Siemens een GmbH op te richten, wat echt een... Dat raad ik niemand aan, maar dat valt mee hoor. Het is gewoon hoop werk. Het kost een hoop geld, want je moet allemaal Duitse tax lawyers inschakelen. Dus we hebben nu wel gekozen om lokale headquarters te doen. We zullen zien hoe dat gaat, maar zoals ik het nu zie is dat heel belangrijk. Voor het vertrouwen van de lokale partners. Dat ze ergens heen kunnen en dat wij daar makkelijk heen kunnen, et cetera. Ja, dus nu gaan we echt kantoren doen. Want er zit best wel arbeidsintensief stuk in jullie. Natuurlijk. Ja. Je moet toch al die mensen weer, die lokale contacten weer leggen en dan helpt het helemaal om even langs te kunnen. Sterker nog, ik geloof 38 mensen nu. Daar is een cirkel, ook weer zoals dat heet, afdeling in oude termen gegroeid, die nu telefonisch advies geven. Dat is heel sterk aan het groeien bij ons. Eigenlijk is dat nu het onderdeel, samen met die grote bedrijfsplatformen, wat het hardst groeit. Dus mensen die je kunt bellen en chatten en e-mailen en zeggen, ja, ik wil iets leren op het gebied van zus en zo, help me. En dan gaan we die mensen helpen. Los van het product. Gewoon bellen. Ouderwets bellen. Dat is echt, dat was echt het ding wat ik natuurlijk nooit wilde doen, want dat schaalt niet. Ja, ja. En nu is dat het ding wat echt ongeveer het hardste schaalt. Ja. En dat is heel interessant. Dus dat geeft aan hoe moeilijk het is. Jij kan niet eens bellen, toch? Nee. Niet meer. Doe je niet meer. Dat durf ik niet. Ik schrik ook contact. Jij mag langskomen. Ja, dat is oké. Okay. Dan koppel ik je aan een van de learning advisors en dan helpen ze jou aan je cursus. Maar betaal ik die advisors dan per kwartier qua altijd de aanbodkant betaald. Dus wij doen een transactie en dan krijgen we over dat mijn 15% of 20% als het e-learning is of zoiets. Ja. Dat is hetzelfde als Amazon in feite, voor booking, whatever. Ja, hey, je gaf net al aan, behalve dat je een mooi platform hebt wat succesvol is, is een van jouw dingen ook andere manieren van werken, een totaal andere structuur van je bedrijf. Ja. Valt die ook nog even samen in twee zinnen? Wij gebruiken Holacracy en ons doel daarmee is om een lerende organisatie te zijn die zichzelf van binnenuit, van onderaf vroeger, kan aanpassen. En Holacracy is een systeem voor zelfsturing. En dat helpt je eigenlijk continu experimenten te doen om tot de betere organisatie te komen. Dus wat je bij Springers ziet is dat iedereen bij ons de organisatiestructuur kan veranderen. Dus welke teams zijn er, welke rollen zijn er, welke verantwoordelijkheden horen bij welke rol. Daar komen continu kleinere veranderingen en iedereen kan die aandragen. En daardoor doen we eigenlijk heel veel experimenten om erachter te komen wat de ideale organisatie is voor dat moment. Nou, dat systeem dat hebben we, dat is Holacracy. En daar komt eigenlijk vanzelf, door de realiteit en de mensen die daar voorstellen in doen,
komt daar een steeds betere organisatie uit. Zo kan ik het in ieder geval samenvatten. Ja, maar het is een organisatie zonder baas of wisselende baas, of hoe je ja. het wil noemen. Nee, zonder baas in de oude sens, zeker. Ja. Maar als je dan internationaal gaat, hè, dus ik snap dat je dat, dit is jouw onderwerp ook. Dus jij hebt hier bovenop kunnen zitten en je hebt het mooi vorm kunnen geven met je mensen. Ja. Als je dan internationaal gaat, lijkt mij dat ook wel een uitdaging om datzelfde idee, datzelfde gevoel, hetzelfde concept weer met nieuwe kantoren te gaan. Ik spreek ook heel veel over dit onderwerp en vind ik ook leuk. Er is ook een team, een cirkel inspringers, die heet Evangelism. Dus wij dragen dit ook echt uit en het is ook onderdeel van onze purpose, onze missie om dit uit te dragen, omdat we dit ook belangrijk vinden. Dat was ook een van de redenen voor mij om te voelen van, ja, ik wil hier best 10 jaar mee doorgaan, want het gaat niet alleen mij erom om die Amazon of Learning te bouwen, maar ik wil het op een bepaalde manier doen. En in Duitsland is Holacracy ook heel populair aan het worden. Omdat ze ook allemaal depressief worden van het hebben van een baas. En altijd maar up and down the tree moeten om goedkeuring te halen. En bedrijven zien dat dat gewoon niet meer werkt. En jonge, ambitieuze mensen, en trouwens ook oude, ambitieuze mensen, worden daar gewoon helemaal ziek van. Dus eigenlijk wat we nu in Duitsland zien, we hebben onze vacatures uitgezet op een aantal start-up job boards en zo. En we krijgen enorm veel toeloop. Ook vanwege Holacracy, van mensen die zeggen, ja, fuck, ik wil ook geen baas meer. Ik wil ook ondernemend zijn. En daar wil ik ook misschien wel iets minder voor verdienen. Of andere voorwaarden anders hebben. Maar denk jij echt dat het zo algemeen is? Of zoek jij naar de mensen die het, zeg maar, in dit logische wijze met je eens zijn? Ik sprak namelijk toevallig gisteren iemand. En die heeft een bedrijf. En die zei, nou, gaat hartstikke goed. Heel veel jonge mensen. En weet je wat gebeurt? We hebben meer dan 50 mensen. Het eerste wat ze vragen is een ondernemingsraad. Ja? Ja. Ik weet niet wie dat dan vraagt. Maar ja, ik weet niet. Ik verwacht dat niet. Nee, ik ook niet. Maar... En ik denk, nou, ik leg het soms wel zo uit. Mensen vragen me van, ja, moeten mensen dat dan leren? Zelf sturen en Holacracy en zelf tensions voelen met hoe de organisatie werkt. Kunnen ze dat wel? En wat ik aan mensen zeg is, ja, dat kunnen ze wel. Ze zijn het alleen een beetje verleerd als ze heel lang bij een of andere corporate hebben gewerkt. Hè, dan leer je wel af om je bek open te trekken, omdat je een idee hebt om iets te verbeteren. En iedereen kan dat. En mensen maken kinderen en voeden ze op en ze kopen huizen en ze doen allemaal heel ingewikkelde dingen. Maar op kantoor moet je je baas om toestemming vragen voor het kleinste. Dus ik denk dat iedereen dat in zich heeft. En dat zie ik ook om me heen. Holacracy, we begonnen daar als een van de eerste mee. En nu zijn er ongeveer 1000 bedrijven die dat doen wereldwijd. En dat is groter dan een paar start-ups of zo die lopen te experimenteren. Ik denk echt dat management in de oude vorm langzaam zal verdwijnen. En met langzaam bedoel ik, laten we het 50 jaar geven. Zo lang heeft het ook geduurd voordat, zeg maar, vanaf Henry Ford en whatever, Peter Drucker, management gurus of zo, voordat iedereen dat deed. En wij lopen een beetje voorop daarin. Maar ik denk dat iedereen dat eigenlijk kan en in zich heeft. En dat een kwestie is van jouw slechte gebruiken die je hebt geleerd ontleren. En dan langzaam zal dit, denk ik, gaan winnen. Ja. Als je... Het laatste jaar, en eigenlijk elke dag lees jij nog stukken over, alles is met artificial intelligence is, zeg maar, een van de hippe begrippen van dit moment. Hè? Ja. Als ik jou hoor, van, we hebben zo'n gigantisch dat aanbod en we moeten dat aanbod bij mensen krijgen en op maat kunnen bedienen. Ja. Welke rol speelt dat bij jullie, kunstmatige intelligentie en technologie die mij helpt het beste voor mij te vinden? Op dit moment moet ik daar hard in zijn en zeggen, nou, weinig. Maar we hebben bijvoorbeeld een API, die noemen we Learn Match. En daar kun je aan vragen van, doe mij een suggestie voor een Learn Match. Een product wat mij kan helpen leren op basis van dit keyword of deze titel van dit artikel. En daar zit wel een klein beetje machine learning in. Dus dat ding, die API, die leert van welke dingen mensen aanklikken in de suggesties die hij geeft. Nee, het is simpele vorm. En dat is wel iets waar onze developers natuurlijk graag mee klooien, oneerbiedig gezegd, om dat ding te verbeteren. En te zeggen, hoe kunnen we machine learning principes daarin toepassen? Dus ik denk wel dat dat belangrijk is. Maar we zijn ook heel pragmatisch en gewoon een start-up die zegt, oké, wat kunnen we nu doen? Hoe snel kunnen we het valideren en daar geld mee verdienen? Want dat is wel wat we aan het doen zijn. Maar we hebben 1 keer in de maand een hack day. Gewoon dus elke maand waar je de hele dag moet werken aan projecten die niet nu op de roadmap staan. Mm-hmm. Dus daar zie je dan zowel learning advisors die daar een beetje gaan zitten hacken met sheets of met simpele API's of samen met een developer. En developers die daar features introduceren waarvan we echt geen flauw idee hebben of dat zin heeft. En daar zitten vaker machine learning-achtige dingen bij. Dus ik denk wel dat we daarheen gaan en dat we dat zullen gebruiken. Maar het hangt op dit moment nog af van de individuele, zeg maar, hackday aspiraties van developer X en Y bij Springist.
Which is fijn hoor, als experiment. Dus, volgens mij heb je, ik zat weer even door jullie site te scrollen. Ik vergis me misschien, maar ik denk dat ik het je de vorige keer ook gevraagd heb. Uh-uh. Waarom heb je eigenlijk zo'n ongelooflijk saaie website? Mm-hmm. Weet je, iedereen heeft een soort leuke one-pager met mooie visuals. En, nou ja. Ja, ik weet niet. Ken je booking.com of Amazon? Nou, ken ik jou nog eens uit, kijken. Ken ik jou nog uit de tijd dat ik jou volgens mij inhuurde als usability expert. Usability nerd, ja, zeker. Dus ja. je hebt er volgens mij vast een idee bij. Ja, nee, maar dat is het idee. Dan zal ik intussen even desktop presenter aanzetten. Dan kan Martinus laten kan zien. Kunnen jullie dat zien? Ja. Kijk ook even naar de pagina van een training of zo. Want die pagina wordt nu geredesigned. Die wordt wat mooier. Ja, zo ziet de site eruit. Nou, heb je hem nu voor, hè? Oh ja. En zoek maar even naar een van de onderwerpen en kijk dan of je één leerproduct kunt aanklikken, want die zijn we aan het redesignen. Wel iets financieels of zo. Ja, wat jij interessant vindt. Ja, precies. Je kan ook kijken naar de Holacracy Safari. Deze? Die? Ja, en dan klik maar op een van die producten. Benieuwd u WMO-consulent. Deze pagina is al in ons nieuwe design en hier zie je ook foto's. Oh, je ziet dus een foto. Zijn wel... Ja, dat is zo. Hey, dit zijn foto's op het internet. Hallo, ja. Ja, we hebben van Mark laten gestolen, dat idee. En video? Oh nee, hier is geen video bijna. Nee, er zit wel een videootje op de homepage, maar je hebt er vast een idee bij. Nou, het belangrijkste idee is dat waarom is Coolblue een winnaar, waarom is Amazon en Bol en Funda? Omdat je daar kunt vinden wat je wil hebben. Dat werkt gewoon. Dat pakketje komt op tijd, je wordt niet genaaid met de prijs. That's why they win, zeg maar. En dus daar gaat het om. Dus dat gaat boven alles. Ja. Dus het productaanbod kun je het vinden en dat is gewoon altijd zo. En dat design, dat kan mensen afturnen als het te slecht is of zo. Ja, nou zat ik toevallig vandaag nog met een klant daar een hele discussie over te voeren. Omdat ik nog steeds heel vaak zie dat bedrijven voor heel veel geld een nieuwe website, apps en zo neerzetten. En dan is dat ding gelanceerd en dan denken ze, nou we zijn klaar. Ja. Terwijl wij weten dat je eindeloos moet meten, testen en doorontwikkelen. Ja. Neem aan dat dat bij jullie natuurlijk ook gebeurt. Ja, kijk, tot in de kleinste details. Ja, we doen heel veel AB-tests. Gemiddeld draaien er 4 à 5 tegelijk. Gewoon continu door. Je ziet op die productpagina die je nu ziet, het is een nieuw design. Ja. Dat draait al een half jaar in een AB-test. En we zijn ook zo lomp dat we dus op 1 pagina het nieuwe design hebben. En alle andere pagina's van de site zijn nog in de oude stijl. Die hebben we nu weer in omgezet. Maar we hebben dit getest. We waren zelf bang. We dachten, ja, dit kan natuurlijk niet. Je kan niet je hele site in dat oude ding en dan 1 pagina het nieuwe. Dat hebben we getest. En het maakt gewoon geen fuck uit. Ja. Dit converteert net zo goed of ietsjes beter zelfs, geloof ik. En nu hebben we meer plek voor foto's en trainers zie je erop staan. Ja. Als het nou even goed converteert, waarom zou je die plaatjes er dan op zetten? Nou, omdat we daar wel heen willen. We willen wel heen naar meer visuele representatie. We hebben bijvoorbeeld nu boeken en video's op de site. En daar hebben we meer ruimte. Dus daar is een nieuw design voor nodig. En dat is niet onbelangrijk. Dat design dat helpt misschien niet voor die rauwe conversie waar wij op meten. Waar de AB-tests op doen. Maar investeerders, journalisten, jullie vinden het ook fijn als het ding er een beetje hip uitziet. Ja, hey, mobiel. Dus dat moet ook. Mobiel. En mobiel is hij altijd goed geweest. Maar hoe belangrijk is het voor jullie? Heel belangrijk, ja. Ja, ook, ongeveer, ook. Ik geloof 25% van de visitors en ook de cash komt daaruit. Okay. Dus mensen zijn vrij veel. Op tablet is de conversie bijna net zo hoog als op de desktop. Mobiel iets lager, geloof ik. Ja. Maar mensen vragen echt, met name 's avonds, veel via mobiel aan. Ja. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Dus ook dat redesign heeft natuurlijk weer mobiel ook echt als een belangrijke pijler gehad. Ja. Maar ja, we hoeven niet Airbnb te zijn. We hebben niet die foto's, maar ja, we willen het wel leuker eruit laten zien. Want dat helpt een beetje, zo moet je het een beetje zien. Hoe, kijk, dat eerste stuk van cursus aanbieden, dat zijn eigenlijk... kant-en-klaar producten die van A tot Z gaan, met zoveel afleveringen, et cetera. En je zei, we zijn eigenlijk alles wat met leren te maken heeft, zijn we gaan aanbieden. Het kan een video zijn, wellicht kan het ook wel een artikel zijn bijna. Ja, zeker, ja. Maar dat zijn totaal verschillende grootheden. Ja. Hoe ingewikkeld is dat voor jullie? Dat is heel ingewikkeld. Daar zijn we wel echt veel in aan het investeren nu. Want hoe vergelijk je nou een opleiding van 2 jaar letterlijk met een boekje? Ja. Een e-learning of een e-book of zo, weet je? Dat is heel moeilijk. Dus wat we nu doen, voor ons is het nu al allemaal gelijk. We gooien het gewoon onder elkaar in een, nou, absoluut niet random listing. Daar zit veel technologie achter. Met Elastic Search gebouwd, Nederlands trots. Ja. En daar zijn we wel veel mee bezig. Van hoe rank je dat ten opzichte van elkaar en hoe help je mensen snel te filteren? Want ik wil geen boek of ik heb weinig geld, dus ik wil wel een boek, et cetera. Dat is iets, dat is onze core. Dat is veel meer onze core dan maken we dat ding blauw en hip.
Of wordt het gewoon oldschool en plat en simpel? Ja. Dus dat, ja, daar wil ik wel heel veel in investeren. Hoe rank je dingen ten opzichte van elkaar? En leer jij mensen kennen? Van, dit is duidelijk iemand die liever video's kijkt of liever leest of liever podcast, liever luistert. Willen we wel. Het is nog niet zo dat we nu al de site experience of whatever daarop aanpassen. Maar bijvoorbeeld als jij een ervaring achterlaat bij Springist, dan doe je dat of dan kun je dat valideren met je LinkedIn. Dat we weten dat je echt een mens bent. En dan slaan we wel een aantal dingen op over jou, namelijk de industrie waar je werkt en je functietitel en je vorige functietitels. En daarmee willen we wel straks gaan zeggen, oh Erwin, jij wil die kant op met je leven. Jij lijkt een beetje op Roeland. Roeland heeft dit gedaan om daar te komen. Nou, dat soort dingen, dat is wel onze holy grail. Ja, zeker, dat doen we ook wel al. Hoor. En een andere big data toepassing, allemaal buzzwords maar vooruit. Ja. Wat ik wel interessant vind over jullie hele platform heen. Kijk, je hoort dan soms of je leest het in de krant of online van dat er een soort herwaardering is van de skill beroepen. Dus meubel maken, timmeren, weet je wel, goede, iets echt iets moois kunnen. Zien jullie, dat zouden jullie als een van de eerste moeten zien. Want dat zou betekenen dat mensen die kantoorbanen hebben misschien wel gaan zoeken op dat soort dingen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Dat zien we. We hebben een variant van ons bedrijfsplatform. De B2B-variant van dit platform. Ja. Is voor mobiliteit bedoeld. Dus mensen die intern een andere job moeten gaan vinden. Omdat hun baan ophoudt te bestaan. Want je bent receptiemedewerker bij een bank. Of zo, weet ik veel. Dat houdt Dat bestaat niet meer straks. Dus dan moet je mobiel worden. Dus je moet iets anders doen binnen je bedrijf. Of je moet iets anders gaan doen met je leven. En wat we zien, we doen dat voor een aantal bedrijven nu. En dat die groep groeit. Hè. Elk bedrijf waarvan je op nos.nl leest dat ze gaan reorganiseren, die willen een mobiliteitsplatform. En dat leveren we dus. En dan zie je mensen eerlijk gezegd de vreemdste cursussen doen. We hebben een partij aangesloten op ons platform die doet voetreflex. Dat heet voetreflexologie. Dat is een ding. Ja, en er zijn mensen die hondentrainer cursussen volgen en niet één of twee, weet je. Dus dat is iets wat we heel erg zien. En het is misschien niet per se een move naar het offline, maar dat is een move weg van ouderwetse kantoorbanen naar dingen die bijvoorbeeld wel je passie hebben. En daar zijn we wel heel veel mee bezig. Ja, nou wil ik graag boten gaan bouwen, maar daar heb je dan weer niks voor. Nee, nog niet. Houtbewerking. Nog niet. Dus dan klik je, dan kijk je even en bel je zo'n learning advisor. En die zegt dan tegen de provider salesmensen, jongens, we hebben hier een vraag. We moeten aanbod erbij zoeken. En dat aanbod is er, dat is ongelooflijk. Maar we hebben nu iets van 6000 opleiders. We noemen ze providers, aanbieders. En dat kan dus ook gewoon, jij kan ook je daar opzetten en zeggen, je kunt mij voor een uurtje inhuren voor advies of whatever, coaching. En dat blijft maar groeien. Er komen elke dag 2 of 3 opleiders in Nederland alleen al bij. Ja. En daar zal dus ook een boterbouwer bij komen. Een van de grootste platforms waar je kunt leren is denk ik YouTube. Met alle uitlegfilmpjes en noem maar op. Zie je daar ook een rol voor jullie, dat je filter bent bovenop? Absoluut. Kon ik nog niet zo heel erg vinden. Nee, we hebben ze nu wel handmatig toegevoegd bij sommige onderwerpen. Ja. Want ik denk, dat is leuk als extraatje. Maar het is niet dat je... Okay. Nee, dit jaar wordt er wel een beetje dat een focuspunt. We noemen het intern nu Learning Bites. Ja. Dus iets kleins leren, misschien wel onderweg of na een cursus of na een groter ding. Of gewoon, misschien wil je alleen maar dat doen. Dat gaan we absoluut doen. Ja. Dus ik denk ook dat we meer real-time moeten gaan indexeren bijvoorbeeld. En artikelen van partners moeten gaan indexeren live om jou nu learning tips te geven. En jou dat te laten raten en jou te laten uitvogelen wat een goede boterbouw voor jou is. Ja, want dat is een van de dingen die mij... Ik wilde laatst even de accu van mijn iPhone vervangen. En ik ben zo iemand die denkt, als iemand anders het kan, dan kan ik het ook. Dat is mijn standaard houding in het leven. Ik doe als iemand anders kan, dan moeten zij het doen. Dus dat is mijn... Dat is toch wel lekker zicht. Ja, maar dus ik denk, als hij het kan, ik weet nu in ieder geval... Precies. Dat, ja. Dat fix je. Ik heb het eraf. Leef er maar in. Helemaal geen probleem. Het begint echt al een business te worden. Serieus. En het is heel simpel, want je koopt wat gereedschap en je kijkt 3 YouTube filmpjes. Maar dat was weer zo'n voorbeeld vorige week. Ja. Dan kijk ik 3 filmpjes en iedereen doet het op een andere manier. En die filmpjes die worden niet beoordeeld. Ja, je moet in die comments gaan kijken, maar dat klopt nooit. Je kan hem liken en dan heb je het gehad op YouTube. Ja, maar ik kan niet het beste, kwalitatief beste filmpje vinden. Voor heel specifieks wat ik wil leren. Ligt natuurlijk een enorme markt. Dat zie ik absoluut als onze missie, het is alleen wel iets van when en how. En heel YouTube gaan indexeren nu, dat is heel lachen, maar dan zijn we wel voor bezig. Maar waar we heel erg naar... We hebben een interne Go, dat product heet Springist Go, wat bedrijven gebruiken. Ja. Dat hebben we ook intern.
En daar hebben we nu iets ingebouwd dat je zelf een learning product kunt toevoegen. En dat zou natuurlijk een logische manier zijn. Dus als jij iets hebt gevonden en zegt, nou, dit is beter. Dit is echt een manier om boten te leren bouwen en iPhones te slopen. Voeg hem toe en zet daar je rating bij. En omdat we weten wie jij bent, weten we dat dat waarde heeft. En dan kun jij hem ook vinden. En die kant gaan we dit jaar Q1 al zelfs echt op. Hoe gebruik jij zelf jullie platform? Nou, we hebben een interne, die heet gewoon Internal Go. En daar zet je op wat je hebt geleerd, dat review je. En dat is dan zichtbaar. En we hebben op de laatste hackday een ding gebouwd dat in Slack wordt weergegeven. Dat soort dingen. Dus wat wel grappig is, ik moet zeggen, dat platform wat we aan bedrijven verkopen, dat is niet iets wat we aan onszelf zouden kunnen verkopen. Ik zou het niet zelf kopen voor Springest. Dat vinden we heel vervelend. Ja. We willen dat wel dogfooden, zeg maar. Eat your own dogfood. Dus bijna elke hackday zijn er wel projecten die gestart worden met, fuck, wij willen iets bouwen wat wij zouden kopen. En wij kopen Slack en weet je, allerlei online tools en zo. Nou, ik wil iets wat wij zouden kopen. Nou, dat hebben we nu nog niet, maar daar zitten wel heel veel features aan te komen die daar omheen gaan. Het gaat om dingen delen. We hebben in Slack een kanaal met wat heb je geleerd. Nou, dat zou ik op die Springest Go platforms ook willen bouwen of willen hebben. Nou, dus dat gaan we wel doen. Oké, okay, we gaan er nog even vanuit dat je elke 2 jaar komt. Waar sta sowieso. Waar sta je over 2 jaar? In Berlijn natuurlijk, hè, vooral. Dus dan moet je naar Berlijn komen. Ja, Duitsland is dan groot. Daar is ons kantoor. Dus, ja. Nee, ik denk dat we dan in Duitsland echt wel de nummer 1 kunnen zijn. Dat is nu het pad dat we opgaan. Dat is ambitie. Nou, daar hebben we ook echt wel een behoorlijk goed plan voor. Weet je, we hebben nu de 3 na grootste, 4 na grootste corporate van Duitsland zegt, Springest gaan we gebruiken om al onze learning in te kopen. Steeds meer. Het is een pilot, maar dat is hun doel. Dus dat, als we dat verwezenlijken, dan zouden we er moeten kunnen komen. Dus dat is de belangrijkste. Het is inderdaad een platform waar je ook je botenvideo gaat vinden. En ook de coach en ook de tool waar je ook van leert. En ook een offline event en whatever it is. Die dingen hebben we allemaal nu. Die mogelijkheid om dat toe te voegen. Maar ja, als je op Springest kijkt, zie je toch vooral nog e-learning en cursussen en trainers. Ja. Wat zeker de belangrijkste business nog zal zijn. Maar dat zal niet voor de user altijd het belangrijkste zijn. Want jij wil nu misschien even nu snel iets leren. Dus dat zijn denk ik de 2 grootste changes die je zult zien. Dat we onstelbaar veel meer learning products hebben. Dus artikelen, video's, bla bla. Veel meer real-time. En dat we in Duitsland dan echt op nummer 1 zijn. En in de UK ook een hele serieuze poot aan de grond hebben. Waarschijnlijk een belangrijke ambitie. Scandinavië of zo. Belangrijke ambitie. Investeerders mogen je ook bellen of ben je al rond? Nee, ik ben niet rond. Maar ik weet wel wie ik moet hebben, zeg maar. Dus als je mij als investeerder nu niet hebt gesproken, is de kans niet zo heel groot dat we komend jaar met je in zee gaan. Niettemin. Sure, why not? Want we blijven praten. En het is niet gezegd dat we nu heel snel een investering gaan ophalen. Nee, maar goed, voor zo'n Duitse ambitie heb je op een gegeven moment gewoon geld aan. Ja, zeker. Ja. Nou, daar hebben we nu al geld. We zouden nu al meer geld kunnen uitgeven dan we nu doen. We doen dat nu iets rustiger aan. Dat wil ik ook blijven doen. Ik wil niet als een gek gaan knallen daar, want dat bestaat niet in learning. Dat weet ik wel. Oké. Nou. Super, nou, tot over 2 jaar op z'n minst. Ja, zeker. Dit wil ik graag houden. Ja. Heel leuk. Heel fijn. Oké, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We danken Bier & Co. voor de biertjes. Wat had jij? Dat kan ik niet zeggen, maar op camera. Maar Baks Bier uit Groningen. Oké. Okay. Ik had een pale ale die lekker was. Welke is dat dan? Wat is dat? Oma's Pruim? Oma's Pruim, ja. Maar daarvoor had ik de mannenliefde die ik ook heel in deze context heel toepasselijk vind. Heel toepasselijk. Steek altijd lekker Amstel biertje. Simpel vent. Hartstikke goed. We danken verder natuurlijk Streamzilla die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. 2ML die ervoor zorgt dat de website altijd up and running is. En tot slot Freedom Lab, van waaruit wij iedere dinsdagavond uitzenden. Kijk je live, blijf kijken, kijk je on demand, dan weet je dat er een gigantisch archief van ruim 5 jaar topnames te zien is. Dankjewel. Dag. Dankjewel, Ruben. Graag gedaan.